Om mij heen zit een gigantische groep, de groep de crush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die horen er niet bij. How many people are there? Van de groep, crush. Wie ben jij? En al weggekampt. En al weggekampt. En waarom? Waarom? Ik bedoel... Ik ben degene die de groep naar Nederland heeft gehaald. Op mijn aandringen staan ze in crash. Alleen crash. Waarom hebben ze naar Nederland gehaald? Omdat het de enige punkgroep is, zover ik weet, die de politieke impact heeft die punk behoort te hebben. Wat houdt dat in? Nou, je kan het verschil maken tussen Elvis Presley in de tijd, de symbool aan de jeugd aanreikt in de vorm van kleding, gedrag en seksuele bevrijding. En daar kwam later Bob Dylan en Country Joe overheen om die boodschap een politieke dimensie te geven. En Crash doet hetzelfde met de punkbeweging. Hoe lang bestaat Crash? Sinds vrede jaar zomer. Het zijn allemaal mensen die op een gegeven moment door het punk idee gegeven zijn van niet commercieel zijn, de muziek weer gebruiken als een middel tot verandering van de maatschappij. Maar punk is toch eigenlijk voor een groot deel al ingepakt door de commercie? Dat is een verhaal van journalisten. En er zijn een aantal bands natuurlijk. Journalisten natuurlijk. Tuurlijk, die schrijvers zijn journalisten en die schrijven verhalen dus ingepakt zijn. En er zijn natuurlijk een aantal groepen ingepakt omdat het geld ontzettend verleidelijk is. Dat moet je ook nooit vergeten, en dat vergeten jullie, godverdomme altijd. De jongetjes die punk gaan spelen in Engeland komen uit ghetto's. In Amerika, idem dito, jongens komen uit ghetto's. Dus het enige waar ze ooit van hebben leren dromen is van een grote auto en een groot huis. En neem ze dat godverdomme maar eens kwalijk. En gewoon dat ze dan ingepakt worden. Nee, maar dat is wel beschuldigend. Ja, maar wat is volgens jou de reden dat een aantal groepen uit Engeland wel zijn overgewaaid en juist Chris niet? Omdat niemand ze ooit gepromoot heeft in Nederland behalve ik. Ja, wat is daar de reden van dan? Omdat niemand ze kende. En dat is toch industrie weer, hè? Dat is ook industrie en dat is ook media. Media die er geen aandacht van schenken, waardoor Nederlandse journalisten weer niet getipt worden om er ook aandacht van te schenken. Maar je kan het zien als een soort botsgroep in het tienvoudige, denk ik. Ja, nou, wat ik één ding zit ik me af te vragen. Hè? Jij praat erg enthousiast over die groep Crash, maar je ziet er zelf ontzettend aangepast uit. Wat zijn aangepast? Ik ben een travestiet, wat dan nog? Ja, ik ben helemaal geen travestiet, maar wat dan nog? Nee, mijn kleren zeggen niks. Zij hebben juist expres zwarte kleren aangetrokken. Ja. Om jou wijs te maken dat ze anoniem zijn, wat ze natuurlijk helemaal niet zijn, want ze zijn Crash people. Ja. Ja? En jij loopt met een rijtje. En ik ben hen al weggekomen, want ik draag mijn eigen jas. Ja. Ja, maar dat wil ik juist even weten. Ik ben seksueel meer georiënteerd wat betreft dan zij, want zij zijn anders dan ik. Waarom moet ik ook in een zwart uniform lopen? Om te laten duidelijk maken dat ik bij de groep hoor. Dat hoor ik ook, maar ik hoor ook niet bij de groep. Dat begrijp ik niet. Ik ben geen Engelsman. Kun jij nog volgen? Nou, dat laatste moet je wel houden. Ik kom niet uit die klasse waar zij uitkomen. Ik kom niet uit dezelfde problemen. Ik kom niet uit Engeland. Ik zit niet in de band. Begrijp je de problemen dan? Ja, dat wel. Toch wel. Die problemen zijn min of meer universeel. I'm
Sidewalk. Ask questions about what's happening. There's no sort of big like trying to convert everybody around to our way of thinking or anything. It's just like to get people to question, even down to the most basic relationship with each other. Always question. I'm very angry at the way things are in England because people are dissatisfied with the way they're living. I mean, they're dissatisfied with weapons being bought with their money that's taken away in tax. They're tired of being treated like animals, and everybody's tired of like not being respected, maybe because of the way you look or because of the accent that you use. Sexism, the violence from the police that are supposed to be there to protect us.
everything. They say, you know, the whole country's like totally fucked up. What's the limit? 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 What's the limit?